Peggy 7. Miauw! Dit is de Kat Mario Show. Miauw! De Kat Mario Show vertelt je alles over je favoriete games. Hey Kat Peach, wist je dat katten rennend 50 km per uur kunnen halen? Goh Mario, wat weet je toch veel. Maar laten we niet te ver afdwalen van het onderwerp van deze show, games. Om alles te weten over Rio? Hey, Kat Mario, gaan we dit keer wat anders doen? Het is een speciale gelegenheid. In dit deel gaan we het hebben over Mario en Sonic op de Olympische Spelen, Rio 2016. Straks zijn jullie allemaal experts. Oh, dit is zo spannend. Ga snel verder. Goed, Kat Mario, vertel iedereen eens wat over Rio. Rio heet officieel Rio de Janeiro. Het is een stad in Brazilië waar de Olympische Zomerspelen van 2016 worden gehouden. Dit is een sportspel van de Olympische Spelen in Rio 2016. Mario, Sonic en vrienden strijden tegen elkaar in verschillende sporten. Je loopt over het strand van Copacabana om de verschillende spelstanden te bereiken. Laten we eens een paar van de hoofdevenementen bekijken. Dit is het snelle en spannende Rugby Sevens. Deze sport maakt voor het eerst deel uit van de Olympische Spelen. Geweldige poging! Kom op, team! Of je begint gewoon een potje voetbal. Soms bepaalt één enkel moment of je wint of verliest. Schiet! Go! Ritmische gymnastiek stelt je ritmegevoel op de proef. Druk met de juiste timing op de knoppen. Oh, Bowser ziet er zo heerlijk uit. Misschien heeft hij een nieuwe hobby gevonden. Er zijn nog veel meer sporten, zoals de 100 meter, zwemmen, boksen en zelfs tafeltennis. In totaal zijn er 14 officiële Olympische sporten om van te genieten. Precies wat je verwacht van zo'n sportfestijn. Er is zoveel om uit te kiezen. Oh, dit zijn weer de Rugby Sevens. Maar het ziet er anders uit. Hé, hij schoot met een schild. Mag dat eigenlijk wel? Dit is een dueldiscipline. Daarin krijgen de regels een nieuwe draai voor extra spektakel. Je kunt een dueldiscipline beginnen voor rugby sevens, strandvolleybal en voetbal. Een mix van bingo en strandvolleybal. Beetje vreemd, maar erg leuk. Je kunt tijdens voetbal ook voorwerpen gebruiken. Dat zorgt er wel voor dat iedereen op het puntje van zijn stoel zit. Deze disciplines staan absoluut garant voor een heel nieuwe ervaring. Weer iets anders is het heldenduel. Een superspannend toernooi dat je kunt spelen met je vrienden of in je eentje tegen de computer. In dit speltype moet je met Team Mario of Team Sonic verschillende sporten winnen om het andere team te verslaan. Als je een discipline hebt gewonnen, krijg je een bonus. De bonus is afhankelijk van het personage waar je mee speelde. Met zo'n bonus kun je een tegenstander uit het duel beuken of juist een teamgenoot van je terughalen. Het is de kunst om een evenwichtig team samen te stellen dat op alles is voorbereid. Wauw, wat valt er veel in deze game te beleven. Het voelt zo goed om eerste te worden. Zeker weten. Je kunt ook proberen in elke discipline de scores van je vrienden te overtreffen. Het goud is voor ons. Niemand kan ons verslaan. Nou ja, laten we nou eerst maar eens gaan trainen. Ik hoorde net een nieuwtje. Namelijk dat er een nieuw deel in de Boxboy-serie is verschenen. En ook in het nieuwe deel speel je weer met een doos voor een flinke dosis puzzelpret. Haha, jij ook met je woordgrapjes. Onze held heet Cubie en hij kan rijen blokken maken in alle soorten en maten. Maar Cubie pakt dit keer ook uit met een nieuwe vaardigheid. Wauw! Een doos die uitpakt? Zullen we Cubie's nieuwe krachten demonstreren in een puzzel? Zeker. Kijk, er staan twee schakelaars bij deze deur. We kunnen daar een doos plaatsen en dan zelf op de andere schakelaar staan. Maar dan komen we daar niet meer weg. Wat we nodig hebben is een andere doos. Precies. Cubie kan dit keer twee sets dozen gebruiken. De vorige game heette Boxboy. En daarin kon je slechts één set dozen gebruiken. Maar nu kun je twee sets gebruiken en heet de game Box Boxboy. Klopt. Nou, Cubie's nieuwe vaardigheid komt zeker van pas.
Dat je nu twee verschillende sets dozen kunt gebruiken, opent een wereld aan mogelijkheden. Gebruik één set dozen om een platform te maken en een andere om je erop te helpen. Of gebruik ze om twee verschillende schakelaars in te drukken, zoals we net zagen. Je kunt ze zelfs als haken gebruiken om jezelf naar hogere platformen te trekken. Met twee sets dozen kun je zoveel meer. Klopt, maar daardoor kunnen de puzzels ook veel lastiger worden. Je moet er ruim 120 kraken. Daarvoor heb je echt gigantisch veel dozen nodig. In Box Box Boy keren veel hindernissen terug uit Box Boy. Maar dan als moeilijkere versies. Deze lasers schieten van alle kanten op je. Maar als je twee sets dozen gebruikt, ben je aan alle kanten beschermd. Je kunt jezelf zelfs tegelijk beschermen tegen de punten boven en onder je. QB is onverslaanbaar met deze twee sets dozen. Hiermee kan hij elke hindernis overwinnen. Door levels te voltooien kun je andere kostuums vrijspelen. Omdat QB nogal hoekig gebouwd is, kunnen de kostuums een heel verschil maken. Er is ook een stripverhaal met QB dat je kunt lezen. Laat jij je door die breinbrekers kisten? Of lach je die puzzels vierkant uit? En de woordgrapjes blijven maar komen. Val jij ook als een blok voor deze game? Nou, ik wel. Box Box Boy is nu verkrijgbaar in de Nintendo eShop. En nu snel verder! Het is tijd voor onze superquiz! Volgens mij zijn we terug in Springdale, Kat Mario, waar vreemde dingen gebeuren. Inderdaad, Kat Peach, er zitten hier veel yokai. En die halen nog wel eens wat streken uit. Weet je nog dat we de vorige keer hadden over de verborgen wereld van yokai? Dat hoop ik maar, want hier komt een yokai watchquiz. Hier is de eerste vraag. Met welk speciaal voorwerp kun je yokai vinden? Is het 1. Een yokai bril? 2. Een yokai horloge? 3. Een yokai zaklamp? Of 4. Een yokai smartphone? Het antwoord is 2. Een horloge. De yokai watch. Gebruik dit speciale horloge om in je omgeving te speuren naar yokai. Kijk goed, want ze kunnen overal zitten. Gelukkig word je bijgestaan door je trouwe butler. Hij vertelt je alles over yokai. Dat klopt, maar wat was zijn naam ook alweer? Wat is de naam van je yokai butler? Is het 1. Shouty? 2. Whiskers? 3. Whisper? Of 4. Grumbler? Het juiste antwoord is 3. Dat is correct. Whisper weet heel veel leuke en handige yokai-feitjes. Goed om hem in je buurt te hebben. Dat geldt ook voor deze coole, katachtige yokai. Kennen jullie Yibanyan nog? Nou ja, zo cool is hij nou ook weer niet. Ik ken coolere katten. Serieus? Kijk dan eens naar die grote ogen, die grijns en die geweldige vuurstaarten. Goed, laten we verder gaan. Zoals je misschien nog weet, heeft elke yokai een speciale actie die Saltimate wordt genoemd. Weet jij nog de naam van die Banyan Saltimate actie? Is dat 1. Pulse of Fury? 2. Tails of Cranky Rage? 3. Sourpuss Claws? Of 4. Muggy Tantrum? Het juiste antwoord is 1. Balls of Fury. Deze Saltimate aanval is een superkrachtige actie, waarbij Yibanyan zijn scherpe klauwen uitslaat. Elk yokai type heeft zijn eigen unieke Saltimate actie. Dus word vrienden met zoveel mogelijk yokai en probeer ze allemaal uit. Vergeet niet dat je eerst een kleine opdracht moet voltooien om je Saltimate actie te activeren. Dit is een lastige vraag, dus luister goed. Welke actie zal je Saltimate niet activeren? Is het 1. Draaien? 2. Tikken? 3. Tekenen?
Of 4. Zingen. Snapte je de vraag? Het juiste antwoord was zingen, omdat je daarmee je Soultimate niet kunt activeren. Maar dat kan dus wel door te draaien, tikken of tekenen op het touchscreen. Dat was een lastige, Kat Mario. Hadden jullie thuis hem goed? En zo hebben we het eind van deze aflevering alweer bereikt. We hopen dat je van de show hebt genoten en zien je heel graag de volgende keer weer terug. Dag!